Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. En een tijdje terug had ik deze Bordeaux-achtige herfstmake-up look gemaakt. En daar had ik een foto van geplaatst op Snapchat en op Instagram. En toen gaven jullie aan dat jullie heel graag een tutorial wilden zien. En het leek me eigenlijk wel weer leuk om dat op te nemen, want zo eens in zoveel maanden vind ik het toch wel heel erg leuk. Dus vandaar dat ik dat vandaag voor jullie doe. Dus om te beginnen deze make-up look en veel plezier met kijken. Als eerste ga ik mijn haar even vast doen, want anders zit het allemaal voor mijn gezicht. Ik heb vanochtend wel mijn dagcreme aangebracht, maar ik breng toch nog een klein laagje aan. Omdat het nu best wel is ingetrokken en omdat ik zo foundation op ga doen. Mijn huid zag er de laatste tijd echt heel goed uit, maar ik heb nu opeens een soort van onderhuidse bult of zo. Hier en hier doet dat echt best wel pijn. Dus dat is wel jammer. Maar goed, voor de rest valt het nog mee. Ik hoop dat het wegtrekt. Nou, richting de herfst stap ik meestal toch wel over van een BB cream op een foundation. Omdat ik dan die mattere finish, die veel foundations hebben, toch wel iets mooier vind. En gewoon net wat meer dekking nodig heb en wil vaak. Ik gebruik heel graag deze, de L'Oreal True Match. Die is lekker licht. Ik ben nu ook weer wat lichter aan het worden. Mijn kleurtje gaat eraf. En ik doe gewoon een pompje eerst op mijn hand. En dan verdeel ik het over mijn gezicht. Laatste blend ik even in met deze BB cream kwast, zo heet die, van de H&M. Als ik deze gebruik, dan zorgt het er echt voor dat het goed in de huid zit. En het geeft gewoon een mooi effect, dan ligt het er niet meer zo op. Dus daar dep ik het gewoon nog een beetje mee in eigenlijk. Dan is het tijd voor concealer en ik gebruik die van Catrice, de Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Deze is echt super fijn vind ik en die breng ik aan onder de ogen, deze plekken. Mijn neus, wat heel wat rood is. En hier heb ik altijd wat littekentjes. En over de rode vlekken blend ik gewoon in met mijn vingers. Dan afpoederen. En daarvoor gebruik ik deze poeder van Lancôme. Die echt al bijna aan zijn einde is. En een Real Techniques kwast. En op het moment gebruik ik echt super graag de Maybelline Brow Set-In. En die heeft aan één kant zo'n soort van potloodje eigenlijk. En aan de andere kant een poeder in de dop waarmee je het kan invullen. Ik vind die echt super fijn en heel, blijft ook heel goed zitten vooral. Je zou nu denken dat deze kleur iets te donker of warm voor me is. Maar omdat ik nu ook een hele warme look ga maken en best wel... Ja, opvallend is het zo wel wat beter in balans. Nu is mijn gezicht natuurlijk verder nog heel kaal. Nou, om ervoor te zorgen dat dit nog beter blijft zitten, gebruik ik ook nog een HEMA wenkbrauwgel die er echt super goor uitziet nu. Die is helemaal verkleurd en ik moet ook eigenlijk een nieuwe kopen, want hij is ook bijna op. Dan oogschaduwbasis. Ik gebruik gewoon die van Essence. Dit is wel echt heel belangrijk bij deze look. Dan komt eigenlijk het leukste deel en dat is de oogschaduw. En daarvoor gebruik ik dit hele mooie paletje van Flormer, de Quartet Eyeshadow. En deze heeft gewoon hele mooie cranberry-achtige kleuren. Super gaaf, vooral voor de herfst. En als eerste ga ik deze wittige kleur met een plat oogschaduwkwastje aanbrengen. Eigenlijk is die heel licht roze. En dat ga ik eigenlijk als basis gebruiken over het hele ooglid. Met diezelfde kwast ga ik nu in deze mooie rode kleur. Dit is echt een hele mooie warme kleur. En die ga ik alleen op het bewegend ooglid aanbrengen. En niet helemaal in de binnenste ooghoek, maar ietsje naar buiten. Dus ik begin zeg maar hier. En dat dep ik erop, zodat die echt heel goed pakt de kleur. En er ook een hele mooie glans tevoorschijn komt. Dan pak ik de donkerste kleur die je hier ziet. En dit is een crease brush. En hier pak ik echt een heel klein beetje van, want hij is super donker. En die ga ik dan in de crease blenden. En dan richt ik me vooral op de buitenkant. Really
Ziet er nu echt nog super messy uit, maar ik beloof jullie dat het zo echt een stuk netter wordt en mooier. Want ik ga het oplossen met concealer en als je zeg maar eyeliner en mascara bij zo'n veelgekleurde look hebt, ziet het er gelijk een stuk beter uit. Nu ga ik weer voor de lichtste kleur. En die breng ik met dit oogschaduwkorstje van de Kruidvat aan in de binnenste ooghoek. En ook hier onder een wenkbrauwbot. Omdat die kleur best wel roze is, gebruik ik ook nog graag deze Mono van Catrice. De Velvet Matte Eyeshadow in de kleur Vanity Fair. En dit is een hele mooie crème kleurige highlighter. Die ik er even overheen aanbreng. Steeds heel goed blenden natuurlijk. Ik ga weer even met concealer onder mijn oog. Omdat daar best wel wat oogschaduw zit die ik er niet wil hebben eigenlijk. Het is dus eigenlijk bij deze look beter om het misschien gewoon aan het einde te doen, de concealer. Ik richt me ook vooral op deze lijn, dat die een beetje scherp is. Ga ik nu ook nog wat oogschaduw onder mijn oog aanbrengen. Dat doe ik ook weer met een Real Techniques kwastje. Dit is de Fine Liner Brush. En ik ga voor de hele lichte highlight kleur aan de binnenkant. Het zorgt gewoon voor een mooie open blik. En dat frisse vind ik wel belangrijk als je van die toch best wel donkere kleuren ook gebruikt. En dan doe ik de rode kleur die op het bewegend ooglid zit, doe ik in het midden. Ik probeer die wel zo dicht mogelijk bij de wimperrand te doen. Want als je hem echt te laag aan gaat brengen, dan heb je het probleem dat het lijkt alsof je een beetje huilerig bent met de rood. Dat gebeurt heel snel. Dat is niet zo mooi. En dan de donkerste kleur aan de buitenkant. Om dat geheel wat zachter te maken ga ik het smudgen met de smudge brush. En ja, dan veeg ik het eigenlijk gewoon een beetje voorzichtig uit. Zodat de kleuren ook wat meer overlopen. En het iets minder een harde lijn is. Dan ga ik een nude kleurig waterlijn potloodje gebruiken. Dat zorgt gewoon voor een hele open blik. En dit is de Big Bright Eyes van gewoon Essence. Nou, bij deze look kan eyeliner echt niet ontbreken, vind ik. Dus ik gebruik mijn favoriet. Dat is de Catrice Liquid Ink Eyeliner. En daarmee ga ik een eyeliner zetten. En ik ga ook een subtiele wing maken. Ik ga snel verder met de mascara. Ik gebruik trouwens de Catrice Glamour Doll Mascara. Dat is echt een hele fijne waterproof mascara. Maar vooral ja, dat hij ook heel goed de krul behoudt en heel goed de wimpers separeert. Dus ik vind hem super fijn. Oké, de ooglook zit erop. En nu ga ik mijn gezicht ook wat meer warmte geven met een bronzer. Want dan vind ik het gewoon iets mooier in balans. Dit is de bronzer die ik gebruik. De Sun Matte Bronzing Powder van Catrice. Die zoals je ziet heel erg geliefd is. Hij is echt al enorm ver op. En ik ga dus niet echt contouren. Dus ik gebruik ook deze kwast. Dit is eigenlijk een blush kwast. Die breng ik wel aan in een soort van drievorm. Maar niet zo heel nauwkeurig als je met shapen zou doen. Gewoon meer voor wat warmte, wat schaduw. Deze vind ik zo fijn. Omdat hij niet te oranje is, niet te donker. En hij blendt echt enorm goed in de huid. En dat voor zo weinig geld. En met de blush brush van Real Techniques ga ik de Dame Blush van MAC aanbrengen. Deze is wel ja, ietsje koeler eigenlijk. Maar de tint vind ik heel mooi bij de ooglook passen. Het is een beetje dat oud roze. Er zit echt iets heel donkers in. En ja, je gaat wel zien hoe het er op de wangen uitziet. Eigenlijk komt hij op mijn huid helemaal niet super cool over in combinatie met die bronzer, zeg maar. Dus dat is mooi. En dan mijn favoriete highlighter, MAC Soft & Gentle. Een hele mooie warme glans. De kwast die ik gebruik is van Bedellium Tools. Het is eigenlijk een oogschaduwkwast, maar ik vind hem perfect hiervoor. Nou, ik wil toch een heel klein beetje meer mijn jukbeenderen benadrukken. Dus met NYX Taupe, een koele kleur, ga ik wel heel subtiel een beetje shapen, alleen op die plek. En daar gebruik ik ook weer deze kwast voor. Wel goed de glitter er even af kloppen, want anders ja, dan krijg je het omgekeerde effect. En dan zet ik het alleen hier aan. Met de poederkwast dep ik een beetje over het geheel heen. Om het ietsje natuurlijker en subtieler te maken.
En dan de lippen. En ik gebruik een combinatie van dit lippotlood van Gouache met MAC Captive. En die is ietsje meer paarser en deze wat rooier. Bij elkaar vind ik het heel mooi. Ik ga in ieder geval beginnen met het potlood natuurlijk. Dit was dan de make-up look. Ik hoop natuurlijk dat jullie hem mooi vonden en dat jullie iets aan deze video hebben gehad. Als dat zo was, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En laat ook vooral even achter wat voor soort herfstvideo's of ander soort video's je graag zou willen zien binnenkort. Want dan kan ik daar misschien wat mee doen. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Doeg!